Ja, zeker. Het groeit nogal goed in het eten. Maar ja, ik ga er niet over klagen. Het is gewoon zoals het is en we leven ermee. Dus plan B. Plan B, ja. Ik ga er veel meer online gooien. Binnen de muren gaat het over het leven van Tom Mink. Dat is een voormalige bewaarder hier in Coopergevangenis. Die hier 34 jaar heeft gewerkt. De meest uiteenlopende verhalen die maar kan verzinnen, die heeft hij, ja. En als ik daar s'nachts rondliep en die keek op die kaartjes. Zei al, ik was 25 en vooral in het eerste jaar. En die keek ik, levenslang, 20 jaar, 15 jaar, zo lang, zo lang. Man, dan denk ik, verdorie zeg, wat zit hier voor een zaakje tuig achter die deur, joh. We hebben hier een aantal voorstellingen gehad, de première. En daarna hebben we nog een aantal voorstellingen in Chassé Cinema gehad. Trots? Ja, heel trots. Zeker weten. Voor een afstudeerprojectje heb ik het toch aardig goed gedaan. Ja, na de vertoning was ik van plan om een film aan te melden bij filmfestivals. En hopelijk nog wat vertoningen te krijgen hier en daar in Nederland. Maar helaas. Dus plan B? Plan B, ja. Vrijdagochtend ga ik me op YouTube online zetten.